Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugtetransport. Vandaag ontvangen wij SVL op een nat en winderig sportpark de Bree Oost. De gasten uit Langbroek spelen vandaag in het oranje, omdat de tenues anders te veel op elkaar lijken. De wedstrijd staat onder leiding van Feike Hogendijk, een vrouwelijke scheidsrechter dus vanmiddag. Nou, en vind je deze samenvattingen leuk? Vergeet dan natuurlijk niet op dat blauwe duimpje te klikken. Hè? Duimpje omhoog. De thuisploeg begint goed aan de wedstrijd, want al na 6 minuten is het Mart Jansen die voorgeeft vanaf rechts. En het is Arwin van Soes die simpel binnen kan tikken. Scherpenzeel heeft dus die vroege voorsprong te pakken en komt dus lekker uit de startblokken. Vlak na de 1-0 zijn de bezoekers voor het eerst gevaarlijk. Tot 2 keer toe wordt de bal geblokt in de 16 meter en zo voorkomt de thuisploeg een tegendoelpunt. En niet veel later moet onze keeper Stef Brummel redding brengen. Die bal pakt hij lekker hoor. Zo krijgen de bezoekers toch 2 keer de kans in de openingsfase, maar vooralsnog staat die 1-0 dus nog altijd op het bord. De thuisploeg wordt vandaag gecoacht door assistenttrainer Sven Slob. In het kader van zijn TC1-opleiding moet Sven vandaag examen doen en aan de examinatoren laten zien dat hij het trainersvak onder de knie heeft. En daarom ook dat onze hoofdtrainer zich vandaag wat meer op de achtergrond houdt. Terwijl ik maar door blijf ratelen, maakt Timo bijna de 2-0, maar hij vindt de keeper in de korte hoek. Na ongeveer een half uur spelen is het Lars die op avontuur gaat. Vanaf de linkerkant dribbelt hij langs vrijwel alle verdedigers van SVL. En uiteindelijk vindt hij Soufiane Lahmoudji aan de rechterkant. Die haalt uit en scoort. Mooie schuiver in de verre hoek en de thuisploeg op 2-0. En als 2 van de 3 aanvallers gescoord hebben, dan kan spits Olivier Pilon natuurlijk niet achterblijven. Op slag van rust pikt ook hij zijn doelpuntje mee na een prachtige aanval over meerdere schijven. Cool afgerond door Olivier en zo gaan we met een 3-0 stand rusten. En dit doelpunt is een bijzondere, want het is de 100ste treffer van Scherpenzeel dit seizoen. Verdeeld over alle competitie maakten we er dus al 100. 100 goals. Ongelooflijk. Inmiddels komt de regen dan met bakken uit de hemel zetten en ook de scheidsrechter vindt het welletjes en dus gaan we de thee opzoeken. Oh, en daar gaat Moerad, die weet niet hoe snel die bij de kleedkamer moet komen. Direct naar rust gaat de thuisploeg verder met waar het gebleven is, met kansen creëren dus. Scherpenzeel claimt hier een penalty en ook de commentator vindt het een penalty, zo te horen. Het was een penalty. Maar scheidsrechter Hogendijk wil daar niets van weten. Een paar minuten later, weer in de 16 meter van SVL en dan gaat hij wel op de stip als deze verdediger van SVL duidelijk hands maakt. Olivier achter de bal voor zijn tweede van de middag en ja hoor, hij schiet de bal tegen de touwen en zo wordt het 4-0. En we hebben dan nog altijd pas 65 minuten gespeeld als Timo goed doorgaat aan de rechterkant. Hij vindt Arwin op zijn weg. En ook die kan zijn tweede van de middag maken. Zo wordt het 5-0 met nog bijna een half uur te spelen. Nou, Sven hoeft zich geen zorgen te maken over dat trainingspapiertje. Dat lijkt me wel goed te komen op deze manier. En dan, met nog 20 minuten op de klok, gaat het grote wisselen beginnen. Scherpenzeel wisselt voor de tweede en de derde keer en de bezoekers voeren zelfs 3 wissels in 1 keer door. Het wordt zelfs de commentator een beetje te veel. In het veld komen Dani Pot, Kevin van Leeuwen en nog iemand. Ja, Ewout, dat valt ook niet mee, hè. Bij de thuisploeg komt reservekeeper Koen Uiterwaal in het veld en Stijn Wilgenburg. Stijn, die net als Jur uit de eigen jeugd doorgestroomd is. En nu minuten mag maken in het eerste elftal. Hier is Stijn voor het eerst. Oh, lekkere binnenkomen Stijn. Die zetten we op TikTok. We zitten dan inmiddels in de slotfase van de wedstrijd. Beide trainers gebruiken al hun wisselmogelijkheden. Veel wisselingen dus, maar 1 ding blijft wel hetzelfde. En dat is dat Scherpenzeel scoort. Olivier mag zijn derde aantekenen van de middag op aangeven van Arwin. Zijn we er dan bijna? Nee, want het slotakkoord is voor de bezoekers. Nou, het lijkt hier vanaf onze positie wel 84 meter buitenspel, maar de grensrechter houdt de vlag naar beneden. En zo mag SVL de eretreffer maken. En we gaan even in de herhaling kijken. Is het buitenspel?
Nou, oordeelt u zelf. Is het dan afgelopen met de 6-1 nog stand op het bord? Nee, nog altijd niet, want er komt nog één doelpuntje bij. De bezoekers verzachten het leed en maken in de allerlaatste seconde van de wedstrijd ook nog de 6-2. Aftrappen hoeft niet meer en dus houdt Scherpenzeel de punten in eigen huis. En zal Sven ongetwijfeld geslaagd zijn voor zijn examen als trainer.